Je denkt misschien dat de verkiezingen een gestroomlijnde organisatie is, maar dan heb je altijd de gemeente basisadministratie nog die weer roet in het eten gooit. Want ja, zij delen de stempassen uit, ook aan Rosalie, die er 2 heeft gehad. Ja, dat klopt. Ik heb er 2 ontvangen. En dat is eigenlijk gebeurd toen ik vanuit Ermelo naar Amstelveen ben verhuisd. Ik ben daar uitgeschreven en ingeschreven in Amstelveen. En vervolgens heb ik 2 stempassen ontvangen. De vraag is natuurlijk nu of deze stempassen nog geldig zijn, allebei. Ja. En dat gaan we uittesten. Wat we gaan doen, we gaan op jouw stembiljet je achternaam zetten, want dan is hij niet geldig. Want dubbelstemmen is natuurlijk strafbaar. En dan gaan we kijken of het lukt. Ja, leuk. Vind je het leuk of ben je zenuwachtig? Ja, ook al een beetje, maar ook wel leuk. Het zou toch wat zijn als het gewoon lukt? Dan is eigenlijk gewoon de hele verkiezingen zijn dan gewoon niet waterdicht. Mm-hmm, klopt, best wel gek. Daar is het gemeentehuis in Ermelo. Ik zou zeggen, heel veel succes. Maak even stemvies, dat we zeker weten dat het allemaal gebeurd is. En dan is deze voor mij en die voor jou, hè? Ja, deze voor jou. Amstelveen, ja. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Wie? Dankjewel. En? Het is gelukt. Echt? Echt waar. Naar wie is hij gegaan? Naar Jesse Klaver. Jesse Klaver, oké. Dan gaan we nu naar Amstelveen voor de tweede stem. Ja, let's go. Het zou toch bizar zijn als het gewoon lukt dat ze 2 keer kan stemmen? Heeft Jesse Klaver geluk mee? En? Het is gewoon weer gelukt. Echt? Ja. Zo zie je maar dat dus de verkiezingen niet waterdicht zijn. En als jij dus je stem wel had uitgebracht, dat je dus de verkiezingen ongeldig had laten kunnen verklaren. Ja, klopt. Dat is wel gebleken. Ik vind het een ding. Ik ook, zeker. Kan niet. Nou, wil jij volgende verkiezingen ook 2 stempassen hebben? Bel Rosalie dan even op 06.